Ja, zeg. Maar van de zondag, dat was wel straf en blink, hè. Zoveel volk, joh. 150 man. Dat had ik nooit niet gepaast. En dan vroeg er mij iemand, ja, waarom het zwart schaap? Nou, dan moest ik dat uitleggen. En dan van, ja, het zwarte schaap, ja, dat is de uitzondering. En dan in mijn geval is dat, ja, het ongeluk van mijn papa. Ja, dat is ja, een gast die hem een nekslag gegeven heeft. En daardoor is hem volledig verlamd geraakt. En, maar bon, ondertussen, dat is al 35 jaar geleden. Hè. En ik heb dan een plaats gegeven. En in het begin was dat met La Vie d'Ernest, afropunkgroep. En in mijn teksten vertel ik daarover, dat die waren puur autobiografisch. En nu recent ben ik begonnen met de interpretatie van het Lam Gods, hè, op zijn Afrikaans. En, ja, en zo is het eigenlijk het idee gekomen. Hè. Oorspronkelijk is het gestart, ja, carrément in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Maar dat had te maken met de rechtvaardige rechters. En dan had ik mijn vader zo afgebeeld. Maar dan de tweede keer had ik die tentoonstelling in Leuven. En daar had ik dan de eerste 12 panelen tentoongesteld, hè, in de open toestand. En in het centraal gedeelte had ik het wit lam eigenlijk zwart gemaakt. En dan dacht ik, ja, oké, het zwarte schaap voor de voetweg, dat zou wel een toffe naam zijn. Maar dan begon ik eigenlijk te twijfelen. En ik dacht, ja, als er iemand op het gemeentebestuur de puntjes op de i wil zetten en een beetje in politieke correcte context denkt, dan dacht ik zo van, ja, dat gaat nooit niet lukken. En daarmee was ik dan bij de buren even gaan vragen van wat zij ervan vonden. En dat was in feite redelijk opgelost. Want de buurvrouw die zei zo van, oh ja, mooi maske, dat is een goede gedachte, Ernest. Dan zat hij toch altijd in zijn stoel, in het zonneke. En dan lachte hij altijd. Altijd. En dat was zo plezant. En dan deed hij wel een klapje. Hè. En dan zo heb ik een hele mooie brief geschreven naar de burgemeester en het college. En ik heb dan ook een heel mooi dossier van mijn Lam Gods erbij gestopt. En dan een jaar en een half later heb ik dan een mooi cadeau gekregen. Goed. Ja, we staan hier voor voetweg 59. Blijkbaar is er hier iemand die daar een zak over getrokken heeft, ik weet het niet, met dit soort van groen. Dus ja, het groen van Malachiet, mannen, Afrika, Congo. Ja, en met de inhuldiging, ja, ik was dan zo content, hè. En ik had een schilderij gemaakt met 20 ingebeelde wandelingen, eigenlijk 20 voetwegen. Maar dat was heel, heel tof, want ik deed die een doek eraf en dan moest iedereen passeren. En dat was een heel smal paddeke en dat was echt een keischoon zicht, want dan zeggen ze iedereen zo schoon op een lijn passeren en zo al dat volk. En dat was, ik weet niet hoe machtig om dat mee te maken. En dan dacht ik ze van, ja, dat plakje daar hangen zonder iets, zonder feest, ja, dat kan niet, hè, want mijn centraal gedeelte noemt Laissez le beau temps rouler. En dat is een groot feest waar dat je Walter Verdaan ziet, dat muziek aan het spelen is. En dan de tapkraan hier, hè. Hè, jij achter u een tap. En dan Armand, hè, dat aan het zingen is. Mooi weet je wat ik mij het beste veul. Zo'n hele dag, tussen dag gewoon. Ik zou een hele hoop mankeren, moest ik dan meer blijven zoeten zitten. Om deze voetweg, het zwetschop. Ondanks alles heeft mijn pa het altijd langs de goede kant bekeken. En dat moeten we eigenlijk ook doen, hè. Het is niet alleen ter ere van Ernest dat we zijn. Maar eigenlijk een beetje te rieren van ons allemaal. Want
we mogen niet vergeten dat we van ieder moment in ons leven van een dag n'importe wanneer moeten profiteren, want een accident est vite arrivé. Op als schop!